ja, wat moet er nu eigenlijk gebeuren als het huis wat ik erf van mijn ouders of van een tante of van een andere dierbare, als ik dat wil gaan verkopen? Ik hoop eerlijk gezegd dat je hier niet snel mee te maken krijgt. Maar als je ermee te maken krijgt, is het natuurlijk wel even heel erg handig als je goed voorbereid bent. Vandaag ga ik dus een aantal tips, advies aan jullie geven van jongens, waar moet je dan rekening mee houden op het moment dat een dierbare is overleden? Nou, eigenlijk mijn eerste advies is jongens, als het huis verkocht moet worden, take it easy. Pak het niet te snel op. Waarom niet? Een huis is een thuis. En ook van de dierbare die is overleden, is dat een thuis geweest. En ook voor jou dus vaak heel, ja, heel dierbaar. Als het eens is kan, probeer het dan gewoon rustig aan te doen. We zien soms dat het niet kan. Bijvoorbeeld omdat er hoge hypotheeklasten zijn die niet betaald kunnen worden uit de boedel. Of andere reden dat iemand zegt, ja, het moet gewoon heel snel in de verkoop. Maar over het algemeen zien wij dat de meeste mensen er wel enige tijd voor nodig hebben om in ieder geval zelf zover te zijn dat ze het huis kunnen verkopen. En dan bedoel ik met zelf eigenlijk emotioneel zover zijn. Maar er zijn ook een aantal praktische dingen waar je rekening mee moet houden. Dus een eerste stuk eigenlijk van, ja, wie is die eigenaar van het huis? Nou, hoe kun je daar achter komen? Door contact op te nemen met de notaris. Je hebt een verklaring dat iemand is overleden. De notaris kan daarmee gaan kijken of er überhaupt een testament is. Dat is het eerste. Als er een testament is, dan is het duidelijk wie is de eigenaar van het huis. En als er geen testament is, dan kan de notaris je vertellen wie dan de eigenaar is van het huis. Vervolgens, als je wil gaan handelen, heb je een verklaring van erfrecht nodig. In die verklaring van erfrecht staat wie is nu de eigenaar en op welke basis, welke gronden is dat. Dat is heel erg belangrijk. Wil je gaan verkopen? Of wil je gaan verhuren? Überhaupt met alles wat je wil gaan doen, alle rechtshandelingen, zoals we dat officieel dan noemen, heb je een verklaring van erfrecht voor nodig. Goed, dan komen een aantal praktische dingen. Het huis opruimen. Moet je een huis nou leeg verkopen of is het beter als er meubels in het huis staan? Dat is heel erg verschillend. Het is ook heel erg persoonlijk. De ene verkoper zegt, ja, ik wil helemaal niks in het huis hebben. Ik wil het helemaal, alle persoonlijke dingen wil ik eruit halen. Het moet echt gewoon helemaal gedepersonaliseerd zijn. Anders vind ik het gewoon voor mezelf heel onplezierig. Als makelaar zeg ik over het algemeen, het is beter als er toch nog wel iets aan meubels in een huis staan. Of nog beter als het huis eruit ziet alsof er nog gewoon iemand woont. Waarom? Het kopen van een huis is een emotionele beslissing. Het is heel fijn als een kijker binnenkomt en niet meteen het idee heeft van, oh jee, hier is iemand overleden. Wat is het verhaal hierachter? Laat de emoties van het huis werken en niet de emoties van het verhaal de overhand nemen. Dat is gewoon minder in belang van de verkoop van het huis. Maar overleg met je makelaar, wat is verstandig? Sowieso opruimen. En opruimen wil ik zeggen, door de kleren heen gaan. Weet je, door de persoonlijke dingetjes heen gaan. Dat is natuurlijk altijd sowieso heel belangrijk. En hoort ook natuurlijk bij het rouwproces waar je mee te maken hebt als een dierbare is overleden. Dat zijn hele belangrijke zaken. Dan is natuurlijk ook de vraag, ja, wat wil je gaan doen met het huis? Wil je het gaan verkopen? Maar het kan ook zijn dat je zegt, ik wil het gaan verhuren. Of misschien is er iemand, één van de erven of iemand anders uit de familie die in het huis wil gaan wonen. Het is wel belangrijk om, voordat je verdere stappen gaat nemen, daar even consensus over te hebben. Want ja, als dat achteraf in het proces op gaat spelen, dan kan dat hele vervelende gevolgen hebben zelfs. Heel vervelend zijn in ieder geval voor iedereen die daarmee te maken heeft. Dus zorg in ieder geval als je met meerdere erven bent, dat je tevoren duidelijkheid hebt en besproken hebt van jongens, wat gaan we doen met dat huis? Dat daar consensus over is. Dan uiteindelijk gaat een verkoop hetzelfde als bij een normale verkoop. Dus met de stylisten, met de fotograaf, alles gaat hetzelfde. Het tekenen van de koopakte, daar ben jij voor toe bevoegd, omdat je een verklaring van erfrecht hebt. Of misschien is er iemand die gevolmachtigd is op basis van de verklaring van erfrecht. Maar dat is eigenlijk niet zo anders dan anders. Wat wel een puntje van aandacht is, is het energielabel. Als erfgenaam, sowieso, niet alleen erfgenaam, iedere verkoper moet ik eigenlijk zeggen, heeft bij het passeren van de akte van levering, dus het moment dat je de sleutel overdraagt aan de volgende eigenaar, dat je de akte tekent bij de notaris, de leveringsakte, heb je een energielabel nodig, een definitief energielabel. Ieder huis in Nederland heeft een voorlopig energielabel, maar je hebt een definitief label nodig. Nou, hoe ga je dat nou aanvragen als je erfgenaam bent? Nou, dat kun je aanvragen daar. Kun je aan ons even vragen welke link je daarvoor nodig hebt. Gaan we ook even in het blog zetten wat we hierover gaan schrijven, wat we over aan het schrijven zijn. Maar belangrijk is dat het gewoon kan. Dat je met jouw DigiD
en een verklaring dat jij eigenaar bent van het huis, dus een verklaring van erfrecht, kun je het huis van je waarvan je erfgenaam bent, kun je koppelen aan jouw DigiD en dan kun je het energielabel gewoon definitief maken. Dat is wat ingewikkeld, kost wat meer tijd dan normaal, maar het kan wel gewoon. Ander puntje van aandacht is erfbelasting. Als je het huis geërfd hebt, dan moet je daar dus erfbelasting over gaan betalen. Nou, die erfbelasting betaal je niet over de opbrengst van de verkoop, maar betaal je over de WOZ-waarde. En de WOZ-waarde die geldig is in het jaar waarin jouw dierbare is overleden of in het jaar daarop. Nou, op dit moment bij een stijgende woningmarkt neem je in principe dus doorgaans de WOZ-waarde van het jaar waarin jouw dierbare is overleden. Dus als jouw dierbare overleden is in 2020, zoals nu, dan neem je de WOZ-waarde per 1 januari 2019. Is jouw dierbare overleden in 2019, dan kun je de WOZ-waarde nemen van 1 januari 2018. Daarover betaal je dus de erfbelasting. Is die WOZ-waarde veel te hoog? Ja, dan kun je als erfgenaam kun je bezwaar maken. Dat hoeft niet binnen 6 weken nadat je geërfd hebt. Nee, dan ga je eerst een WOZ-beschikking aanvragen bij de gemeente. Een nieuwe WOZ-beschikking op jouw naam. En heb je die ontvangen, dan heb je alsnog 6 weken de tijd om een bezwaar in te dienen tegen die WOZ-waarde. En dat kan natuurlijk heel veel geld schelen bij het betalen van erfbelasting. Is de WOZ-waarde heel laag, veel lager dan de waarde die jouw makelaar heeft aangegeven? Ja, lucky you. En dan betaal je veel minder erfbelasting. En de rest, dus het verschil tussen de WOZ-waarde en het daadwerkelijke bedrag wat je krijgt, ja, dat is gewoon netto. Daar hoef je geen erfbelasting over te betalen. Dat is natuurlijk heel erg mooi meegenomen. Al met al is het verkopen van een huis wat je geërfd hebt doorgaans niet makkelijk. Het is een thuis wat je verkoopt. Het is emotionele beslissingen. En ik vind altijd, als ik dat ook zelf een huis in de verkoop krijg uit een nalatenschap, ja, is dat voor mij ook altijd wel heel bijzonder. Want ik verkoop het huis waar iemand anders heeft gewoond. Iemand die ik niet ken. Heel soms kennen we mensen wel. Er zijn mensen die weten dat ze gaan overlijden en die van tevoren al afspraken met ons maken, met ons gesprekken hebben. Dat ze in ieder geval weten dat hun kinderen, hun erven, zich niet zorgen over te hoeven te maken over de verkoop. Dat hebben ze eigenlijk al helemaal voorbereid. Dat kan. Dus dat zijn ook dingen waar je ouders eventueel op zou kunnen wijzen. Of andere dierbaren die weten dat ze gaan overlijden. Goed, nogmaals, ik hoop dat je hier niet mee te maken krijgt. En als je mee te maken krijgt, wens ik je in ieder geval heel veel sterkte. En wij staan in ieder geval klaar voor je om je bij alles te helpen. Als het gaat over het verkopen, verhuren of eventueel taxeren van je huis. Als dat nodig mocht zijn. Dankjewel voor het kijken. Morgen om 12:30 zijn we er weer live.